Ah, we lopen hier in de Watersteeg, vlakbij het museum Het Verhuis. En er staan hier allerlei gebouwen ook die nog bij het museum horen. Maar het museum wordt verder uitgebreid, heb ik begrepen. Het museum wordt uitgebreid met de voormalige naaimachinewinkel. Die komt er dus helemaal bij. Die staat aan de andere kant van de Watersteeg. En dat betekent dat je ook wat met die Watersteeg kan gaan doen. Omdat het toch... Het laatste woningje in de Watersteeg is ook aangekocht. Dat wordt dus ook bij het museum getrokken. Dus op het moment dat het museum open is, dan zou je ervoor kunnen kiezen om de steeg af te sluiten. En dan ook openluchtactiviteiten in die steeg te doen. Ja, uitbreiding van het museum, een hele groot pand erbij. Wat zijn daar de plannen mee? Nou, de plannen zijn om daar in ieder geval de ingang en de kassa dus van het museum te maken. Daarnaast is het de bedoeling om ook wat gelegenheid voor het schenken van een kop koffie te gaan bieden. De winkelactiviteiten willen we daarin onderbrengen. En heel erg belangrijk, een informatiepunt van de Grebbelinie. Dat is een speerpunt van beleid van de provincie. Die willen ergens in het noorden van de provincie een informatiepunt hebben. En toen wij dit pand hadden aangekocht, dachten we dat het in de richting van de provincie handig zou zijn om te zeggen van wij willen in dat stuk museum wel een informatiepunt over de Grebbelinie gaan onderbrengen. Nou, dat viel in goede aarde bij de provincie en wellicht hebben ze daar ook nog wat pecunia voor over. Komt natuurlijk het Verhuis en wordt dit dan het Averhuis? Ja, dat is een discussie op zich. De naaimachinewinkel staat natuurlijk ook vooraan. Het Averhuis, dat staat er ook al. Maar het is wel zo dat, dat we ook in de hele nieuwe situatie van het museum nadenken of de naam Verhuis nog wel de lading dekt. Want de Verhuis, voorhuis, ja, dat geeft toch bij mensen die het niet kennen de indruk van het is een klein museumpje. Terwijl het straks met die watersteeg erbij en met de bebouwing aan de noordkant van die steeg er helemaal bij beslist geen Verhuis meer is. Maar echt een museumkwartier met een stuk binnen- en een stuk openluchtactiviteiten. En ja, dan in dat licht bezien past dat Verhuis daar niet meer bij. Ja, natuurlijk een hele belangrijke vraag. Wanneer gaan deze projecten gerealiseerd worden? Nou, voor wat betreft het Verhuis moet het op vrij korte termijn gaan gebeuren. Het bouwplan voor de naaimachinewinkel dat is in principe gereed. Dus de bouwvergunning kan aangevraagd worden. En zodra die verleend is, dan wordt daar in ieder geval gestart. En het is de bedoeling om de hele herinrichting van het Verhuis volgend jaar met Pasen gereed te hebben. Of dat helemaal lukt, dat is nog even de kwestie, maar daar gaan we wel ons best voor doen. Voor wat betreft de hoogdemel, daar hebben we iets meer tijd voor nodig. De plannen moeten natuurlijk uitgewerkt worden, we moeten de financiën op orde krijgen. Maar als het goed is en als alles mee zit, dan moeten we toch volgend jaar rond deze tijd aan de gang kunnen zijn. En dan bewonderen natuurlijk. Dan moeten we nog een tijdje bouwen en rommelen en dan bewonderen, ja.